Tibbe die is eigenlijk heel goed begonnen met eten, zelfs borstvoeding, wat vrij uitzonderlijk is voor kinderen met Down. Op een gegeven moment werd hij ziek, hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen en op een gegeven moment als je niet eet, dan ja, is de uiterste maatregel eigenlijk een zonde erin. Ja, dan word je voortaan via de zonde gevoed. En dat is ook meteen eigenlijk het probleem waar je tegenaan loopt. Het erin zetten, dat gaat best wel makkelijk en ook wel snel, maar het eraf krijgen is een grotere uitdaging. Er is eigenlijk geen arts die dan eigenaarschap neemt en zegt van nou, nu is het tijd dat die zonde er weer uitgaat. Hij trok gewoon iedere voeding trok die zonde eruit. Maar dat zette voor ons wel de motor aan om goed te gaan informeren. Wat kunnen we nou doen eigenlijk? Kinderen die zonder voeding hebben en niet willen eten, dat is een moeilijk probleem. Daar hebben we wel mogelijkheden voor, maar die mogelijkheden zijn niet groot. Waar wij nu voor gaan is het NoTube online programma waarbij je gecoacht wordt wat je moet doen met je kind om weer het eten te krijgen. En dat betekent dat ze eerst natuurlijk wel ook honger leren krijgen. Dus een stukje van hun zonder voeding moet natuurlijk stoppen. En aan de andere kant mogen ze alles met eten doen om het leuk te houden. En dit programma biedt dat in hun thuisomgeving en begeleid door dokters en de mensen van NoTube. Eigenlijk vul je gewoon iedere dag in wat zijn eetmomenten waren, hoeveel eten die heeft gehad en hoeveel die aankomt of afvalt. En zij begeleiden je vooral ook in het afbouwen van de zondevoeding. We moesten ook speelpicknicks met hem doen, dus hij moest met allerlei zoetigheid en in de rommel moest hij zitten en een positieve ervaring geven met eten. Hij deed ontzettend goed, dus toen zei ze op een gegeven moment oké, als hij nu zijn zonde eruit trekt bij de volgende voeding, dan mag je hem eruit laten. En dat was een prachtig moment. Niet zelf doen?